Hi, ik ben Richard en in deze video vertel ik je alles over het beheren van databundels voor zakelijk internet in het buitenland. En hoe en waar je roaming kan instellen. Onderin het scherm spring je trouwens via deze balk meteen naar de voor jou meest relevante onderdelen. Laten we beginnen. Je kent het vast wel. Je bent veilig met het vliegtuig geland in het buitenland. Je haalt je telefoon van vliegtuigmodus af en dan is het afwachten tot die onbekende buitenlandse provider verbinding maakt met je eigen provider. Je eigen provider verbindt dan met het netwerk van een lokale provider, zodat je ook wanneer je in het buitenland bent, je bel- en databundels kunt blijven gebruiken. Dat laatste noemen we roaming. Stel je runt een internationaal transportbedrijf, dan is de kans groot dat de chauffeurs dagelijks verschillende landen aandoen. Natuurlijk wil je hen overal en altijd kunnen e-mailen of WhatsAppen. Als beheerder van Mijn KPN Zakelijk wil je dan eigenlijk per medewerker de dataroaming kunnen instellen, zodat iedereen over de grens beschikt over internet. Dat kan gemakkelijk met Mijn KPN Zakelijk. Wist je trouwens dat collega's die een abonnement met een gelijke databundel hebben, deze automatisch delen? Hetzelfde geldt voor hun belbundel en voor de bijbehorende datasim. Zo wordt er optimaal gebruik gemaakt van de tegoeden. Wil je hier meer over weten? Klik dan op het i'tje. Oké. Hoe en waar stel je dataroaming in voor iedere medewerker? Log hiervoor in op Mijn KPN Zakelijk via kpn.com/zakelijk. Ga naar Mijn Producten, klik vervolgens onder mobiel op Abonnementen. Scroll je iets naar beneden, dan zie je een reeks telefoonnummers. Klik op het betreffende nummer waarbij je dataroaming wil instellen. Klik vervolgens op Abonnementsinstellingen en Mobiele Features om ook allerlei andere instellingen te wijzigen. Denk aan, wellicht wil je een dataroaming limiet instellen? Dat doe je met één swipe. Of wil je dat 0900 nummers vanuit het buitenland bereikbaar zijn? En wil je het nummer van een van de chauffeurs doorschakelen naar een ander buitenlands nummer? Dat kan ook. Kortom, stel het in zoals jij dat slim vindt. Kind kan de was doen. Ben je op zakenreis of op vakantie? Met KPN 1 MKB Mobiel is je bundel geldig in alle EU-landen en het Verenigd Koninkrijk. Internet, bel en sms dus gerust zoals je dat gewend bent, zonder extra kosten. Bij 80% en 100% verbruik van het groepstegoed ontvang je een waarschuwing op een e-mailadres naar wens. Daarnaast ontvang je een waarschuwing per sms bij 50, 80 en 100% van het individuele tegoed. Wanneer je bundel op is, betaal je het buitenbundeltarief. Heb je een unlimited bundel, dan krijg je automatisch 50 GB data in Europa. Binnen de EU kun je dan elke maand maar liefst 50 GB data gebruiken. Zo kun je op reis ook overal mobiel internet gebruiken. Wil je meer info over kosten en extra voordeelbundels in het buitenland? Klik dan op het i'tje. Overigens wordt je zakelijke belverkeer en dataverbruik in het buitenland beschermd omdat KPN gebruik maakt van internationale databescherming. Zo is er een vast datalimiet vastgesteld om onverwacht hoge kosten ten alle tijden te voorkomen. In een andere video vertel ik je alles over hoe je met belbundels jouw zakelijke belverkeer in en naar het buitenland regelt. Klik hier om hem te bekijken. Nu weet je alles over het instellen van dataroaming en hoe het jou als ondernemer vooruit helpt. Wil je toch nog meer weten? Check dan kpn.com/zakelijk. Bedankt voor het kijken en veel succes, ook in het buitenland.